Welkom Sterke Broeders en vandaag hebben we een lekker kortere, lekker duidelijke vraag van de heer Noël Capetti, als ik zo je naam goed uitspreek. De vraag luidt als volgt, hoe train jij voor kracht? Oftewel, hoe train ik voor kracht? Als wij kijken naar het YouTube kanaal van mij, het Total Strength YouTube kanaal, dan bestaat ongeveer de helft uit powerlifting en de andere helft gaat of bestaat al eigenlijk een beetje uit bodybuilding en alles wat met krachttraining uiteraard te maken heeft. Dus als iemand mij de vraag stelt van hoe train ik voor kracht, dan neem ik de vraag zo, hoe sterk ben je op het squatten, op het deadliften en uiteraard op de welbekende benchpress. Dat noem ik kracht. Hoeveel jij een atlastoon op kan tillen of hoeveel jij met bicep curls doet of een of andere oefening, noem ik geen kracht. Want iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat het gewoon om die drie oefeningen draait. En dat er is natuurlijk niet voor niks een aparte sport ontstaan uit die drie oefeningen. Dus hoe train ik voor het squatten, voor het benchen en voor het deadliften? Hoe ik train is natuurlijk wel wat anders dan hoe jij moet trainen. Gaan we even voor het gemak vanuit. Hoe andere mensen trainen is ook weer heel verschillend van mij. Hoe echte professionals trainen die aan wedstrijden meedoen is natuurlijk ook weer wat heel anders. Hoe oud ben je? Welk gewicht heb je? Start je net? Doe je al 5 jaar aan powerlift? Etcetera. Dat zijn natuurlijk allemaal factoren die je in de gaten moet houden. Maar hoe train ik daarvoor? Ik begon voornamelijk met 5x5. Iets zoals starting strength of stronglifts. Een van die twee programma's. Allemaal prima in orde. Niks mis mee. Bouw daar een beetje basiskracht mee op. En hoe ik train kan wel eens wat anders zijn dan andere mensen. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn buikspieren erg zwak zijn en dat mijn onderrug dus heel sterk is, de tegenovergestelde spiergroep. En dat mijn hamstrings zwak zijn en dat mijn quadriceps eigenlijk overdreven sterk zijn als je het vergelijkt met de rest van mijn lichaam. Wat is daar het probleem van? Dat mijn heup naar voren kantelt, mijn onderrug dus iets gaat ronden, gaat hollen. En dus de buikspieren en de hamstrings eigenlijk te zwak zijn. Terwijl als die alle twee weer zouden aanspannen, trekt hij de heup weer recht. Daarvoor doe ik nog wel eens wat extra oefeningen. Dus natuurlijk begin ik als ik train, maak ik alles in blokken. Dus ik doe een halfjaartje dit, een halfjaartje dat. Afhankelijk van hoe en wat en waar ik op dat moment ook zin in heb. Want dat vind ik ook een heel belangrijke factor. Maar ik periodiseer alles in blokken. Laten we voor het gemak een half jaar nemen. Dit is belangrijk niet altijd een half jaar, maar laten we dat voor het gemak nemen. Dus je doet trainen bijvoorbeeld een half jaar op kracht, een halfjaartje massa. Misschien 2 maandjes een beetje rust, een beetje herstel, een beetje meer stretch, et cetera. En, zo deel ik dat in. Dus op het moment dat ik voor kracht ga trainen, begin ik met 5x5. Complete periode, bijvoorbeeld een maandje of 2. Maar omdat ik redelijk wat gewicht kan gebruiken, wat voor mij redelijk zwaar is, kan ik niet iedere training 5x5 doen. Want als ik op een maandag, een woensdag en een vrijdag train, kan ik niet maandag, woensdag, vrijdag 5x5 doen op de squat en dan daarna nog eens en daarna nog eens. Want ik weet dat ik dan binnen no time overtraind ben en ik eigenlijk helemaal naar de kloten ga, spierpijn krijg. Spierpijn is nog niet zo'n probleem, maar serieuzere blessures en ik gewoon oververmoeid raak en dan is het klaar. Dus ik start op een maandag met 5x5. Dus ik doe squatten, bankdrukken, deadliften. Daarnaast doe ik wat assistentieoefeningen en bouw ik dit langzaam op. Het enige wat ik wil is dat op de 3 main lifts, om het zo maar te noemen, dat het daar mijn gewichten omhoog gaan. De rest wat ik er allemaal bij doe, maakt me niet zoveel uit. Welke oefeningen doe ik erbij? Ik doe oefeningen erbij waarbij ik voel en zie, want ik film mijzelf ook wel eens wanneer ik een van de oefeningen uitvoer. Dat komt niet allemaal op YouTube, maar dat kijk ik hier thuis zelf na. En op het moment dat ik bijvoorbeeld squat en ik voel van oké, mijn knie gaat een kant op, oké, mijn rug begint wat te hollen, ik trek mijn nek omhoog, kan ik dat nog eens een keer bevestigen via de video. En die fouten zoek ik dus op, die fouten voel ik, sommige fouten weet ik. En daar kies ik dus weer oefeningen voor uit die ik erbij doe. Net zo oefeningen zoals iets voor mijn biceps, iets voor mijn triceps, laat ik heel vaak achterwege. Vind ik niet super belangrijk, is ook niet een remmende factor voor iets, voor een van de main lifts.
Dus oké, ik heb mijn selectie gemaakt van die aantal oefeningen. Daarna gaan we naar de woensdagtraining. Afhankelijk van hoe ik me voel, ga ik op ongeveer 70% van mijn kunnen zitten. Dus ik squat, noem maar wat geks, maandag 150 kilo. 70% van 150 is, ik heb geen flauw idee, 110 of zo, 115. Dat doe ik dan op een woensdag, omdat dat toch te intensief is anders. Maak ik 3 setjes van 2 herhalingen. Dit kan ook nog wel eens wisselen, kan ook wel eens 2 setjes zijn van 4 herhalingen, noem maar op. Om dat in één video uit te leggen, wordt best heel erg gedetailleerd. Dus dat skip ik even. En dan vrijdag maak ik 5 herhalingen in 1 setje. En die wissel ik ook nog wel eens af. Ga ik wel eens bijvoorbeeld 3 herhalingen maken in 1 setje. Of 1 herhaling, 1 setje. Of 5 setjes met 1 herhaling. Die wissel ik ook continu eigenlijk om de maand, om de week. Dus ik doe bijvoorbeeld eerst 5 setjes van 1 herhaling. Daarna 2 setjes, 3 herhalingen. En dan 1 setje van 5 herhalingen. En dan begint die cyclus weer opnieuw. En na verloop van tijd zeg, noem wat geks. Afhankelijk van hoe je voelt. Afhankelijk van welk gewicht je bent gestart. En wat voor jou zwaar is. Afhankelijk na verloop van tijd zeg 2 maanden. Wordt het heel erg intensief om al die oefeningen er allemaal extra bij te blijven doen. Dus wat ik doe, ik begin telkens minder belangrijke oefeningen. Voor mij begin ik gewoon te schrappen. En bijvoorbeeld na 2 maanden of zoiets, schrap je meer oefeningen en meer. Totdat je op een gegeven moment alleen de 3 hoofdoefeningen overhoudt. Waar jij echt sterker op wil worden. Waar ik echt sterker op wil worden. En daar ga ik dan op door. Daar bouw ik op door. En ja, dan komt het serieuzere programmeren. Dan wordt de woensdag begint te wisselen. De vrijdag begint altijd te wisselen. Dat is best ingewikkeld om dat kort uit te leggen. Maar samengevat doe ik maandag heel veel volume. Maandag doe ik heel veel werk. Is woensdag gewoon een hersteldag. Dus ja, het is nog wel zwaar. Maar ik wil bij lange na niet al mijn spieren beschadigen die ik tijdens de oefeningen heb gebruikt. En een vrijdag intensiteit. Gewoon weinig herhalingen, veel gewicht, wennen aan dat gewicht. En die vrijdag die moet gewoon iedere week moet die omhoog gaan. Ook al is dat maar 1 kilo, ook al is het maar 2,5 kilo. Als die maar omhoog gaat. Na een verloop van tijd gaat dat ook niet meer. En dan kun je een beetje gaan spelen, gaan wisselen met pause squats, tempo squats, zulke soort type trainingen, type oefeningen. En dat doe ik dan bijvoorbeeld weer op de maandag. Ik zou ooit nog wel eens een heel uitgebreide video hierover kunnen maken. Dit schud ik natuurlijk nu even los uit mijn pols. Maar ja, dat is eigenlijk de manier en dat is hoe ik voor kracht train. En natuurlijk knal ik niet het hele jaar door op alleen maar op kracht. Want als je op zo'n manier traint, vraagt dat heel veel van je leven sowieso al, van je lichaam. En ik werk heel veel. Ik maak YouTube-video's erbij. Dat doet heel veel mensen werken heel veel. En je moet dus altijd presteren. Die vrijdag moet altijd omhoog. En met zulke gewichten kan het nog eens een hele zware aanslag op je centrale zenuwstelsel zijn en ben je binnen no time overtraind. Dus ik wissel dat af. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld ook last van mijn knie. Dat is pas gekomen nadat ik mijn PR-poging had gedaan op 170 squat ongeveer. En op dat moment geen last van. En toen daarna dacht ik van nou weet je wat, Raymond, laat ik eens rustiger aan gaan doen. Dus gewoon eens een maandje, even wat meer spiermassa, even wat gewoon herstellen, et cetera. Niks aan de hand en op een heel raar gewicht. Ik denk misschien 100 kilo of iets dergelijks. Ik was er aan het opwarmen zelfs. Ik was aan het opwarmen met 70 kilo en bouwde hem op zo naar 100. En ik ging telkens verder. Bij 70 kilo had ik al een twijfeltje. Van, dat is niet echt heel lekker. Nou, even doorgaan. 100 kilo, toch wel redelijk pijn. Dus maar gestopt. Week erop hetzelfde verhaal. Week erop hetzelfde verhaal. Amt al. Soort van best wel last van mijn knie. En dat zijn natuurlijk ook factoren die weer meespelen. Ja, ik kan nu wel vol gas door gaan knallen. Want op zich gaat het wel. Maar ik neem liever met zulke dingen gewoon het zekere voor het onzekere. Dus daarom traint iemand niet ook altijd het hele jaar door voor kracht. En is het de manier hoe ik puur op kracht train kan dus wisselen. Nu heb ik dus gezegd van oké, beter even een stapje terug. Dan train je maar gewoon even een tijdje op spiermassa of op onderhoud. Zorg gewoon dat er is ook een reden waarom die knie pijn begint te doen door
Mijn vermoeden is eigenlijk door mijn strakke quadriceps. Ik merk wanneer ik dat stretch dat mijn knie toch wat meer kan bewegen en dat het aanzienlijk minder pijn begint te doen. Dus neem ik gewoon een tijdje, een paar stappen terug. Zorg ik dat ik herstel. En dan vanaf daarna begin ik weer door met opbouwen. Dus Noël, ik hoop dat ik je vragen een beetje heb beantwoord. En als de mensen nog meer vragen hebben, beantwoord ik ze natuurlijk hartstikke graag. Bedankt en tot de volgende keer.